En haar pakketje was binnen en die had ze nog niet eens opengemaakt. Wat wil je nu doen, hè? Kijk, hier zit een... Hier kan je de doos gewoon zo open scheuren. Goedemorgen, het is vrijdag, laatste dag voor het weekend alweer. Eindelijk. En komt mijn pakje binnen. Ja. Zij is hier nog aan het eten en Mila is er ook, die zit daar. En Mila, wat... Oh, daar heb jij. Wat had jij bij je? Pak hem maar. Mila heeft een lampje bij zich. En Mila... Ja, daar gaat ze. Kom maar een beetje deze kant op, Mila. Voorzichtig, langzaam het lampje deze kant op. Doe maar het lampje deze kant op. En dan wil ze niet meer. Nou, de hele tijd wil ze altijd het lampje aan. En dan zet je de camera aan. En dan wil ze niet. Nou, denk ik, we stappen in de auto, gaan we naar school. Is maar uit. Moet ik gewoon krabben. Dat was nog niet voorbereid. Nee. Zie je dat de ijs aan zit? Ja. Nou, gelukkig was het makkelijk krabben. Oh, meisje, je blijft maar zo hoesten. We gaan snel naar school, maar ik zal even de blowworm eruit moeten zetten, want we slaat gelijk ook weer helemaal. Fijn, hier hou ik nooit zo van in de winter. Nu eindelijk bij een afspraak waar ik best wel naar uit heb gekeken. Ik mag naar de fysio voor mijn onderhoudsbeurt en door alles wat er gebeurd is heb ik best wel wat stress gehad. En dat heeft mijn lijf best wel gevoeld, dus ik heb denk ik... Nou, dat is niet waar, maar het is wel een van de keren dat ik echt zo erg hier naar uit heb gekeken. Ben zo happy. Ik kan me weer helemaal vrij bewegen. Alles is losgekraakt, echt geweldig gewoon. Dat had ik echt zo nodig. Ik heb het wel vaker nodig, maar nu had ik het echt extra nodig. Nu lekker naar huis, gewoon even dingetjes doen. Heel vervelend, met die inbraak heb ik, zeg maar, toen we terugkwamen natuurlijk van vakantie, heb ik spullen uitgepakt. En om alles compleet te maken wat er nog was, heb ik dus ook alles, mijn zonnebril en zo uit mijn tas gehad. En ik vergeet hem elke keer in mijn tas te doen. En het is natuurlijk alweer eventjes geleden. En hij zit er nog steeds niet in. En nu schijnt er echt felle zon en ik mis echt mijn zonnebril. Dus ik moet er echt aan denken als ik thuis kom. Hopen dat ik het niet weer vergeet. Met die felle zon is dat echt niet fijn. Sowieso rijd ik het liefst zodra het maar een beetje licht is met zonnebril op. Ik vind dat gewoon rustig aan je ogen veel fijner rijden. Terwijl daarbuiten vind ik het leuk vaak om te dragen. Maar heb ik niet zoiets van ik moet een zonnebril op. Dan draag ik hem echt meer als accessoire, zeg maar. Maar met rijden... gebruik ik hem echt, zeg maar. Zo, weer thuis en ik voel me echt als herboren op dit moment. Ik ga even thee zetten, ik ga even het huis door en ik ga mijn batterij ondertussen even goed opladen. Dus dan zien jullie mij gewoon straks pas weer, want elke keer is die batterij leeg en ik laat hem elke keer een stukje op en dan pakt die camera weer. Dat schiet niet op. Even nog snel weer wat dingetjes doen thuis, dan kan ik de deur alweer uit. En we hebben bijna weekend en ik heb zo'n behoefte aan het weekend... Echt, het is weer een week geweest dat ik denk, dus gewoon even leuke dingen. Ik heb wel wat leuke dingen op de planning staan, dus daar heb ik echt heel veel zin in. En mama is lekker aan het rijden. Waar naartoe? Naar zwemles. Daarna hebben we? Vakantie. Nou, geen vakantie. Jawel. Oh, weekend. Ja. Het zou wel lekker zijn, hè? Nog even een weekje vakantie. Ja. Zou het zo willen, mop? Echt. Is dat een rode? Ja, daar staan de vier. Ja, nee, dat is niet echt een rode. Nee. Ik zag daarnet daar wel vier rode auto's. Dus dan staan we... 22. Juist, hé, wat goed gerekend. 18 plus 22. Ik deed het in mijn hoofd tellen hoor. Hé, daar rijdt weer een rode. Zie je? 2. 23. Goed.
Waar gaat het? Ik vind het wel spannend volgens mij. Ja, waar is het? Hij moet door de school zelf gedaan worden, hè? De tas. Ik heb het net met Sam wel gefilmd. Ik weet alleen niet of het te gebruiken was. Want de ruit waardoor ik moest filmen, die, daar wordt nogal vaak op gespet. En die gaf zo wit af dat ik niet weet of er zelfs maar een beeld zichtbaar is. En daarna ging deze jonge dame heel erg veel hoesten, hè. Toen ik thuis kwam, ze heeft echt dacht dat ik ontsteking beter ging. Maar toch niet. En haar pakketje was binnen en die had ze nog niet eens opengemaakt. Wat wil je nu doen, hè? Kijk, hier zit een... Hier kan je de doos gewoon zo open scheuren. Zie je dat? Dat had je zelf gesteld, hè, van je cadeaubonnen. En had je aan papa verteld wanneer je andere cadeau wat je besteld komt? 8 januari. Echt? Ja. Dus dat is vandaag precies 2 maanden? Ja. 2 maanden. Weet je nog wat je hebt besteld, hoe het heette? Ja, boekenhuil, alles ik kan zien. En ze... Moet je weer zo hoesten? Dit is heel de tijd, ik ga het even in de gaten houden. En anders gaan we toch even terug naar dokter Eikenhout. Maak maar even waar, ik zo moeilijk open voor je. Nee. Ja, kom schat, ik krijg hem al bijna niet open. Nee, dat gaat niet wat jij wil. Even die camera neerzetten. Ik hou hem wel vast. Oh, hou je hem wel vast. Ja, echt bijna niet te openen deze doos. Hij wil niet. Hij gaat het weg bij de scheur aan, zie je het? Ja. Nou, wie verzint dit? Ha, hij is open. Haal het er maar uit. Wat heb je daar eindelijk? De luiertas. De luiertas voor je pop. Wauw. Die wil die zo graag, hè? Ja. Ja, zullen we hem uithalen? Zo sneu. Komt net weer van boven. Sarah ligt op bed en... Weer zo'n enorme hoestbui. En de dokter had wel gezegd dat het hoesten echt nog wel flink wat weken aan kon houden. En ik merk het zelf ook, want ik kreeg natuurlijk kort daarna ook dat ik een keelontsteking kreeg. Alleen bij mij zijn mijn amandelen eruit, dus ik heb ze tegenwoordig niet meer zo heftig. Maar ik ben ook nog steeds aan het hoesten. En eigenlijk hetzelfde, alleen ik doe alles milder. Maar als je dan bij je zit, echt zo sneu. Ze raakt af en toe helemaal in paniek omdat ze blijft hoesten. Nou, ik had natuurlijk al gezegd, ik kijk het even aan het weekend. Als het echt niet gaat, dan ga ik toch nog even bellen. En anders ga ik maandag. Maar ja, ik hoop eigenlijk dat het gewoon na nu af gaat nemen. Het zou wat fijner zijn. Dit was weer een hele avond. Heel veel voor Sarah zorgen. Dus ik ga lekker ook in bed erbij liggen. En ik wil je bedanken voor het kijken. Tot morgen.